En dat kost toch tijd ook aan Kuiper. Jammer. En dan Bouke Jonkman. Een lekker joch, 19 jaar. De Nederlandse kampioen overigens op deze 1000 meter onlangs. Toen dat voor het eerst in de geschiedenis een Nederlands kampioenschap opleverde per afstand. Hij verraste daar iedereen en pakte op de 1000 meter de titel. Hij rijdt hier tegen Eric Hendrickson, niet de jongste meer, maar wel een van de bekendere Amerikanen natuurlijk, die ook al heel lang meedoet. En Jonkman moet proberen te consolideren. Zijn plaatsje op de 500 meter was 21ste en hij moet zorgen dat hij bij de eerste 20 komt. En als het even kan, royaal bij de eerste 20. En dat moet normaal gesproken voor de man uit Sint-Nicolaasga tot de mogelijkheden behoren. Kom mee, Bouke. Ga mee met die Hendrickson. 48-2 voor Amerikaan, 48-8 voor Bouke Jonkman. Nou, dat zijn toch tijden waarvan ik zeg dat is goed. Als je hier debuteert op je 19-jarige leeftijd, dan doe je met deze tijd goed mee. Kruist nog voor de Amerikaan langs. Maar moet nu naar die moeilijke laatste buitenbocht. Kijk eens, het kost kracht hoor. Maar Jonkman heeft Ausdauer. Het is een mannetje die lekker door wil gaan. Hij vecht tot het laatste. Kan de ritzegen tegen de moeizaam opererende Hendrickson niet meer pakken. Maar gaat nog in een goede tijd over de finish. 1:21.60 voor onze landgenoot. Een halve seconde achter Hendrickson. Maar Bouke kan tevreden zijn, zonder enige twijfel. Uitslag van die 1000 meter. Daar staan de eerste 5. Kuiper 10e, Jonkman 15e, netjes. En de grote teleurstelling heet Ikema 22e.